fluit het door. Ja, hij fluit het door. Blom. Ajax die wint Memphis-Lijn in het bekertoernooi. 20 hier bij de meest iconische wedstrijd van Cambuur ooit. Is het op en ei een enorme sensatie hier in het Cambuurstadion. Cambuur wint met 2-1 van Ajax. En ik weet wel, het wie net het allereerste van Ajax. Maar wat een klasse ziet er toch lijkwels in dit elftal. Wat een geweldige klasse. En wat pakken de jongens in. Een geweldige overwinning en een enorme boost. En pleetsen ze zichzelf daarmee in de volgende ronde van het bekertoernooi. Ja, die laatste 3 minuten weer wel even spannend natuurlijk. Hè? Maar het is, Cambuur rekken net in paniek naar die 2-1. Dat vond ik heel knap. Het is heel die leden, de mensen die zeurden en moppen er wat, maar dan komt het op een gegeven moment dan komt het weer boven. Hè? En dan stukstel, dan staat het publiek erachter. We hebben genoten. Het was echt ouderwets. Dit is voor mij de tweede keer dat ik dit in mijn geschiedenis meebeleef dat we winnen van Ajax. Pieren, Reiziger. Ja, daar let niemand op van Rijswijk en die gaat dan scoren voor Cambuur. En daar, ik zie de kijken elkaar verbaasd gaan. En zo komt Cambuur na 19 minuten op 1-0. Pieren, die kan de wedstrijd beslissen. Hoewel hij ver naar de buitenkant staat. Maar hij doet het en brengt Cambuur op 2-0. 14 minuten voortijd. Ze zullen het even inpakken hier. Hè? Van de Saar en de Boertjes en alles wat ze hier liet, man. En dan worden ze weer tegen Cambuur. En dan hebben ze ons onderschat. En ze hebben het weten. Nou, ik denk dat hij wel in de top 3 van hoogtepunten staat van mijn carrière. En ik, ja, als ik die mensen moet geloven, al hun reacties heb gelezen en gehoord, dan was het voor hun ook een hele speciale avond. Dus het was weer ouderwets genoeg. Ik zie de ruimte ontstaan. En dan komt die bal bij Jerzy Hoefdraad. Ik duik erin en Hoefdraad die legt hem fantastisch neer. Ah, die paas door naar Bartow. Ik zie Boer uitkomen. Bartow, ja! Bartow scoort! Bartow scoort! En ja, ik kon maar één ding doen, de bal over zijn voeten liften. Dat is een hartstikke lekker gevoel. In de 20e minuut is het Martijn Bartow. Die tweede was bijna identiek. Bartow komt die wedel in voor de keeper Bartow. Neem hem één keer aan met links. Ja! Bartow! Ik zag het gaatje en ik schoot hem binnen. Ja, dan staat 2-0. Genieten. In 1996 schreven Cambuur geschiedenis. In 2016 doen jullie het. En jouw naam staat 2 keer in die geschiedenisboeken bijgeschreven. Vind je dat speciaal? Nou, laat ik beginnen. Ik ben er in ieder geval heel erg trots op. En ik denk dat het ook wel speciaal is. Ik zit een aantal jaren bij de club, heb van alles meegemaakt. Hoogtepunten, ook mindere momenten. Maar wat ik zei, dit komt wel weer in de top 3 van hoogtepunten. En ik ben ontzettend trots dat ik hier onderdeel van heb uit mogen maken. En dat ik gisteren op het veld stond en 2 keer mocht scoren. Ja, dat is genieten. Droom je wel eens? Zelden, maar zo heel af en toe dan komen er wel eens wat mooie beelden voorbij. Dus ja, dat is altijd fijn wakker worden dan ook. Over die dennappel, heb je daar wel zo over gedroomd? Nou, wel over die badjassen, dus die zouden wel lekker zitten denk ik. Maar goed, laten we niet op de feiten vooruit lopen. Eerst Utrecht inderdaad. Moeten we alles aan doen en ik hoop dat er een hoop supporters meegaan en die ons weer steunen. En dan kan het zomaar weer een mooie avond worden.